De weggeefwinkel moest helaas weer verhuizen. Maar ze zitten nu in de oude smederij aan de Dorpstraat 7A te Groesbeek. Alweer, ja, voor de vijfde keer. Het is wel een prachtig pand. Ja, het is geweldig, ja. Ja, echt een winkel, echt afdelingen. Dus, ja, geweldig. Een klein half jaar weer. En we hopen natuurlijk op langer. Maar ja, dat is even afwachten. Ik ben Erika en ik werk in, vanuit Plurijn. Plurijn is op een gegeven moment aangesloten. Wilma is begonnen als vrijwilligster met de kleding. Vanuit het schuurtje naar iets groots. Op een gegeven moment zijn we als Plurijn daarbij ingestapt om de cliënten aan het werk te helpen. Die wat tot de afstand tot de arbeidsmarkt betrokken zijn. En ze vinden het heel erg leuk om in de winkel aanwezig te zijn en te helpen. Iedereen wie kleding heeft, kan het bij ons brengen. Het moet natuurlijk wel schoon en heel zijn. En dan sorteren we het nog, dames en heren, kinderkleding, babykleding. En ze mogen 5 stuks per keer, per persoon, meenemen. Dus, en dat is, ik denk wel iets van 40.000 stuks per jaar, die er dus gerecycled worden. De opening zijn is dinsdags en vrijdags van 10 tot 2. En dan kunnen ze zowel komen halen als brengen. Of mensen mee willen denken voor eventuele nieuwe locatie, want dit is inderdaad weer tijdelijk. We zijn afhankelijk van giften en het goed initiatief van de mensen, omdat we dus eigenlijk geen huur kunnen betalen. Omdat we dus alleen maar werken op basis van vrijwilligheid en spullen die we krijgen. Dus wij verkopen niks, dus inkomsten hebben we niet. Dus misschien willen mensen daar nog over meedenken of dat mogelijk is.